Goedemiddag, welkom allemaal bij dit webinar over persoonlijk en professioneel opdrachtgeverschap. Wij staan hier namens Hart. Ik zal eerst even ons voorstellen, we staan hier met z'n drieën. Ik begin even bij mezelf. Mijn naam is Ruud Helms, ik ben 38 jaar. Ik woon in Venlo. En een aantal zaken die mij kenmerken als persoon en wat ook in mijn werk wel terugkomt, is dat ik doelgericht ben, ondernemend. Dus ik neem graag het initiatief om die doelen te bereiken. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk dat het allemaal gebeurt met een lach. Dus humor is iets wat mij eigenlijk 7 dagen per week wel op de been houdt. Nou, zoals ik zei, ik ben hier als directeur ad interim van Hart. Daar zal mijn collega Monique zo meteen iets meer over vertellen. Ik werk ongeveer 10 jaar bij de Driessen Groep en dat is waar wij onderdeel van zijn. Ik ben verantwoordelijk voor een afdeling Business Development en Programmamanagement. Dat kenmerkt ook de werkzaamheden die ik de afgelopen jaren heb gedaan. Maar vandaag dus namens het innieuwbedrijf Hart. Zoals ik zei, samen met mijn collega Monique. Monique, misschien wil jij jezelf even voorstellen. Natuurlijk. Ik ben Monique Gietmans, ik ben 33 jaar oud en ik woon in Helmond. Als persoon zou ik mezelf beschrijven als iemand die heel sociaal is. Dat uit zich natuurlijk in gezelligheid, maar ook in het Bourgondische. Dus lekker eten en drinken. Ik ben en blijf een Brabantse. En ik ben een heel optimistisch persoon. Dus ik zie overal de goede kant van in en ik zie overal kansen in. En al deze kenmerken, die zet ik natuurlijk niet alleen in mijn persoonlijke leven in, maar die zet ik op de werkvloer. En in de dienstverlening, want die vertaal ik graag naar ja, eigenlijk warme, vriendelijke en sociale dienstverlening. Nou, ik ben directeur van Hart. Ik ben 8 jaar werkzaam bij de Driessen Groep. En ik ben altijd bezig geweest met de inhuur van externen. ZZP'ers of professionals die via intermediairs werken. En van origine ben ik jurist. Nou, is het zo dat er vaak over professionals gepraat wordt en ook voor, maar wij praten graag met ze. En vanuit die gedachte hebben wij Jeroen vandaag met ons meegenomen. We hebben een warme band met Jeroen, want Jeroen is een onderdeel van ons ZZP-panel. En dat panel dat helpt ons onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Dus eigenlijk alle initiatieven en ideeën over onze dienstverlening, die stellen we eerst aan het ZZP-panel voor. En zij geven dan onze... Ja, eigenlijk de bruikbare feedback daarover. Zou jij jezelf even voor willen stellen? Ja, natuurlijk. Dankjewel, Monique. Brabant is goed vertegenwoordigd, zie ik. Want ook ik woon in Brabant. Ik woon in Den Bosch. Ik ben 50 jaar. Mijn kenmerken zijn dat ik een verbinder ben, resultaatgericht en positivo. Daar word ik ook om gewaardeerd bij mijn huidige opdrachten. Op dit moment, ik heb een financiële dienstverleningsachtergrond. Ik heb daar ongeveer 20 jaar in gewerkt. En op dit moment ben ik zelfstandig professional, word veel ingezet als programmamanager, projectleider, maar ook als teamleider door diverse organisaties. En mijn huidige opdracht is bij gemeentes. Ja, en wat ook wel leuk is om te zeggen, je ziet inderdaad, ik ben inderdaad lid van het ZZP-panel. Nou, dit webinar gaat onder andere over goed opdrachtgeverschap. Nou ja, de invulling wordt ook meteen gegeven, dus ook... Mensen erbij betrekken. Ja, er wordt, ik heb zoiets van, volgens mij is dat precies wat hiermee ook wordt bedoeld. Nou, dankjewel voor jouw introductie. Jullie horen ons al een paar keer Hart zeggen en jullie hebben je ingeschreven op een webinar van Rijn. Wij hebben een nieuwtje, want wij zijn vanaf 1 februari zijn wij gesplitst. We hebben Rijn in 2 bedrijven opgesplitst en het inhuurgedeelte, dat gaat verder onder de naam Hart. Nou, zul je je misschien afvragen, hoe zijn ze dan op die naam gekomen? Hè? Waar staat Hart dan voor? En dat licht ik graag toe. Het werkgeluk van professionals, dat gaat ons ontzettend naar het hart. En wij willen ook echt dat als de dienstverlening via ons loopt, dat wij een meerwaarde voor ze zijn. Wij brengen ze in contact met onze klanten om ze aan de mooiste klussen te brengen. Maar aan de andere kant helpen we ze ook door ze te ondersteunen en te adviseren. En brengen we ze in contact met andere professionals. En we hebben daar een heel mooi membership voor opgericht. Aan de andere kant klopt ons hart natuurlijk niet alleen voor professionals, maar ook voor onze klanten. Wij helpen ze bij het krijgen van regie op inhuur. Daarnaast bij het vinden van de juiste professionals in deze schaarse markt. En ontzorgen ze natuurlijk op het complexe juridische stuk. Nou, ik denk dat het belangrijk is om toe te voegen, ook aan dit webinar, dat we naast alles wat we willen doen qua ontzorging, dat we dat op een hele warme en persoonlijke manier doen. Toch, Monique? Absoluut. Ja. Het moet altijd begrijpelijk zijn, rechtmatig, warm, persoonlijk en toegankelijk.
wij staan voor ongewoon goed opdrachtgeverschap. En ja, hoe je dat dan precies doet, daar gaan we jullie vandaag aan meenemen. Ja, nou, dankjewel. Dat is inderdaad de inhoud van het webinar. Dan weten jullie thuis ook wie er hier aan de desk staat. Nou, we willen eigenlijk de resterende tijd van dit webinar gebruiken om langs een viertal thema's het onderwerp persoonlijk en professioneel opdrachtgeverschap te belichten. Dat doen we via het thema ontzorging, net al kort iets over verteld. Dat doen we via ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling. En dan gaan we toelichten wat wij denken dat daar belangrijk in is. Maar dat gaan we natuurlijk ook toetsen, hoe Jeroen als zelfstandig professional dat ziet. Daarnaast zullen er een aantal vragen in dit webinar gesteld worden aan jullie als kijker. Omdat we natuurlijk ook benieuwd zijn hoe deze onderwerpen al dan niet in de organisatie waar jullie werkzaam zijn is ingericht. En nou, daar gaan wij dan verder het gesprek over voeren. Dat brengt mij eigenlijk bij het eerste onderwerp ontzorging. Zorgen dat de basis en het fundament van de afspraken goed op orde is. En dan, ja, Monique, wil ik jou eigenlijk vragen om daar een eerste toelichting op te geven. Natuurlijk. Nou ja, zoals je eigenlijk al zegt, hè, dat gaat echt om de basis. Maar wij vinden wel dat die gewoon super goed geregeld moet zijn. Dus heldere communicatie, dat is alles. Afspraak is afspraak. Nou ja, haal zoveel mogelijk de complexiteit eruit en beweeg een beetje mee waar nodig. Zodat je op een, ja, eigenlijk een gelijkwaardige manier zaken met elkaar doet. Nou, allereerst is de onboarding natuurlijk ontzettend belangrijk. Een eerste indruk die maak je maar één keer. En ja, die kan maar beter goed zijn. Wij zien dat echt als een warm welkom. Dus zorg ervoor dat de professional niet alleen met de inhurende manager persoonlijk kennis maakt en de teamleden, maar ook met belangrijke stakeholders en maak diegene ook echt wegwijs in de organisatie. Nou, daarnaast is het heel belangrijk om de opdracht DBA-proof in te richten. Zorg ervoor dat je rechtmatig te werk gaat. Dus ga geen opdrachten aan die er eigenlijk niet voor bedoeld zijn. En zorg daarnaast ook dat je daar heldere uitleg over geeft. Je gaat een contract met elkaar aan. Zorg dat je van elkaar weet wat je daarin afspreekt. En ook over het verdere traject. Geef genoeg uitleg over hoe de zaken werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan facturatie. Maar ook bijvoorbeeld aan een eventuele verlenging op het einde van de periode die je hebt afgesproken. Nou, als je dan verder doorpraat over het contract, leg daarin vooral geen contractuele beperkingen op. In die zin dat je absoluut geen relatie- of concurrentiebeding opneemt. Want het is, ja, natuurlijk helemaal niet prettig voor die ondernemer die juist vrij wil ondernemen. En aan de andere kant kan het zijn dat in het contract dingen staan waar je het in eerste instantie niet per direct meteen samen uitkomt. Nou, kijk even met elkaar of er misschien ruimte is om dat toch op een andere manier in te richten, zodat je juist prettiger zaken doet en juist die gelijkwaardigheid en die samenwerking borgt. Tijdige betaling, die is ontzettend belangrijk. Die is gewoon heilig. Zorg dat die betaling binnen 30 dagen plaatsvindt. En ja, eigenlijk liefst soms nog wel korter. Hè? Als er ooit een keer een verzoekje komt om een betaling eerder te doen, ja, dan kan dat voorkomen en kijk juist naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Als laatste, hè, dit zijn natuurlijk de basisdingen die ingeregeld moeten worden, is het wel belangrijk dat je gewoon een vast contactpersoon hebt waar iemand met vragen terecht kan. Dus geef op tijd en vooraf kenbaar aan waar dat is. Ja, nou, Monique, dankjewel. Dat is inderdaad op hoofdlijnen denk ik een goede toelichting hoe je zorgt dat het fundament in ieder geval op orde is. Dan wil ik meteen even van jou vragen, Jeroen. Kun jij een voorbeeld geven uit jouw praktijk? Hè? Je hebt jarenlange ervaring denk bij verschillende opdrachtgevers. Zie je daar veel verschil in hoe de onboarding is als je ergens binnenkomt qua welkom? Is er iets geregeld of niet? Of kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, er zijn zeker verschillen. Even aan een positieve kant beginnen. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat je daar echt een warm welkom in een warm bad wordt geïntroduceerd. Het was ook echt een heel onboarding programma waar eigenlijk alle afspraken met de stakeholders zeg maar, al gemaakt waren. Ik kreeg op het einde van de dag een bosje bloemen mee. En dan heb je echt zoiets van wauw, je wordt echt gewaardeerd om wie je bent en dat je er dus ook bent. Maar ik heb ook opdrachtgevers meegemaakt waar inderdaad wordt gezegd, oké, nou ja, daar ergens kun je je pasje en je telefoon afhalen. Ja. En dan moet je eigenlijk maar gaan uitzoeken hoe dat allemaal werkt. Dan heb je natuurlijk niet echt een warm welkom. En ik denk dat toch belangrijk is om zeg maar niet echt verschil te maken tussen, want dat gebeurt ook wel eens, verschil te maken tussen vaste medewerkers en medewerkers die je inhuurt. Ook daar heb ik een aantal voorbeelden van, die zullen zo meteen misschien nog te sprake komen. Maar als je eigenlijk aan het begin al daar een onderscheid tussen maakt, ja, dan
denk ik ook zeg maar, dat je minder warm welkom geeft aan je inhuurkrachten. Ja. Ja. En wat heeft dat voor invloed voor de uitvoering van jouw opdracht bijvoorbeeld? Ja, dat mag, heel professioneel is het natuurlijk zo dat je dat niet uit mag maken. Maar ik denk wel dat het scheelt. Kijk, bij meerdere werkgevers of opdrachtgevers hebben ze wel gevraagd van zou je niet hier ook in dienst willen komen? Nou, ja. Dus dat voelt natuurlijk gruwelijk als een compliment. Maar bij opdrachtgevers waarbij ze dat zeg maar, aan de voorkant al niet goed hebben geregeld, denk je al meteen van ja, dat zou ik al niet willen. Ja. Wat wel heel mooi is, dat vind ik ook wel leuk om te vermelden hier, bij Hart, eigenlijk de voorloper van Rijn, maar dat is nu Hart, heb ik altijd wel het gevoel van hey, dat is nou echt een bedrijf waarbij je zeg maar, echt het bruist. Dan ben je altijd zeg maar, welkom. Ja, ik ben een ZZP'er, op dit moment denk ik ook echt niet over om dat zeg maar los te laten. Maar als er een bedrijf zou zijn waarvan ik zou willen werken, zou dat wel zo'n bedrijf als Hart kunnen zijn. Ja, ja. Dankjewel, mooi. Ja, mooi compliment. Ja, dat is zeker een mooi compliment. In de tussentijd denk ik dat het goed is om de stelling even in het webinar te betrekken. En die luidt als volgt. Benieuwd gewoon naar hoe het is bij de organisatie waar jij werkzaam bent. Bij onze organisatie zijn de basiszaken rondom inhuur goed geregeld. Nou, er zijn een drietal antwoordmogelijkheden. Kies het antwoord dat in ieder geval dichtst bij de waarheid ligt van de organisatie waar je werkt. Nou, antwoord A. Ja, dit is bij ons goed geregeld door HR of inkoop of misschien een andere afdeling. Is het meer B? Nou, nog niet voldoende, maar we zijn er wel mee bezig of we willen het in ieder geval verder professionaliseren. Of is het meer antwoord C? Nou, nee, er is eigenlijk niks voor geregeld, het is ad hoc. Er is geen goed of fout antwoord. We zijn gewoon heel erg benieuwd naar hoe de situatie is in ieder geval van de kijker. Dus als het goed is, komt er in beeld een mogelijkheid om te stemmen. En dan zie ik zo meteen de antwoorden wel binnenkomen. Wat denk jij, Jeroen, wat hierop terug gaat komen? Ik denk dat het zeg maar B zou zijn. Je zou wensen dat het A is. Ik denk dat het bij je is. En nog even terugkomend op wat we net ook bespraken. Kijk, een aantal hygiënefactoren moet je gewoon zeg maar in orde hebben. En daar zit onder andere de salarisbetaling in. En ook daar heb ik wisselende ervaringen mee. Ja. He, dus als het goed is geregeld, nou, dan heb je echt een pluservaring. Maar ik heb ook wel moeten, noem het even, nabellen van wanneer wordt het nou betaald. En dat is niet oké. Niet prettig. Nee, ik kan me voorstellen dat is een fundamenteel iets waar je eigenlijk helemaal niet om hoeft te vragen of om moet willen vragen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Hè? Als medewerkers in vaste dienst, zoals ik zelf, ja, weet je gewoon op het einde van de maand wordt het salaris betaald. Nou, ik kan me voorstellen dat als ZZP'er heb je natuurlijk diezelfde behoefte, dat je op een bepaald moment verwacht dat gewoon je inkomsten binnenkomen. Ja. En dat het als vanzelfsprekendheid is. Maar is natuurlijk de vraag, wat zijn de antwoorden die binnen zijn gekomen? Want ik zie ze hier en ze zijn aardig verdeeld, moet ik zeggen. Op dit moment is 53% van de stemmen zegt toch A. Nou, mooi. Ja, dus dat is bij ons goed geregeld door HR of inkoop. 40% zegt antwoord B. Dus nog niet voldoende, we willen wel verder professionaliseren. En een heel klein percentage heeft antwoord C genoemd. En, ja, ik ben in die zin wel blij om dat te horen. Ja, dat het absoluut. In ieder geval de basis, dat is wel waar het begint, op een goede manier georganiseerd is. Verbazen deze resultaten jou of jouw manier misschien? Wat je zegt, ik ben gewoon blij dat C het minst gekozen is. Wij komen bij organisaties verschillende stadia tegen waarbinnen ze zich bevinden ten aanzien van die professionalisering. Maar het is dus een thema waar iedereen toch wel bewust mee bezig is, zou je kunnen zeggen, op basis van deze resultaten. Ja, heel goed. Nou, bedankt voor het stemmen, bedankt voor deze toelichting. Gezien de tijd denk ik dat het goed is om naar het volgende onderwerp te gaan, dat is ontmoeting. Nou, ontmoeting is niet per se een vanzelfsprekendheid, zeker niet voor zelfstandige professionals. Ontmoeting, verbinding met de organisatie of met elkaar. Wil ik jou weer vragen, Monique, om dit onderwerp af te trappen vanuit de visie zoals jij hem vanuit Hart hebt. Nou, het lijkt natuurlijk een beetje een open deur, hè? Zorg voor een goede werkplek. Maar zorg dat die werkplek goed ingericht is en laat iemand zich welkom voelen. Dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk. Hierdoor komen de contacten die komen echt wel op gang eerder. En daardoor zijn de korte lijntjes eerder gemaakt. Nou, daarnaast zou het zomaar kunnen zijn dat in je organisatie gelijktijdig verschillende professionals een opdracht uitvoeren.
Nou, wat is dan mooier dan die professionals met elkaar in contact brengen? Dat kan door middel van een ZZP-café of een netwerkborrel. Maar laat mensen met elkaar kennis maken, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen, met gelijkgestemden zijn, kunnen sparren. Dat is gewoon hartstikke goed. Nou, wat wij zelf doen is wij organiseren events. En één keer in het jaar dan pakken we echt groots uit. Dan organiseren wij ons groot ZZP-event. En die dag leggen wij onze ZZP'ers in de watten. En dat is een dag waarop wij ze proberen te inspireren met sprekers. Maar ook gewoon in de watten leggen. Er wordt lekker gegeten. Er wordt aandacht besteed aan het gemeenschapsgevoel. En daarnaast vinden wij dat gewoon erg belangrijk, want het draagt bij aan werkgeluk. En daarvoor wordt hard gewerkt. Dus we gunnen onze ZZP'ers dat ten harte. En we denken dat het goed is, wat ik al zei, voor het communitygevoel, maar ook voor de binding met onze organisatie. Ja, nou dankjewel. Als ik hem dan even overpak waar we net een beetje gebleven waren. Je zei van, goh, als je ergens binnenkomt, onboarding doet ook wat met al niet de binding die je meteen hebt. Nou, hier gaan wij een stapje verder met ontmoeting, ook zoals Monique het uitlegt. Hoe zie jij dat vanuit jouw rol als zelfstandig? Hè? Want zelfstandig, dat hoort. Ja, kun je ook afvragen of dat nou helemaal past bij wat je graag wil zijn als je binnen een organisatie zit. Kun je eens vertellen over hoe jij misschien collega's ontmoet of verbinding hebt met de organisatie, of misschien met gelijkgestemden in contact blijft en of dat gefaciliteerd wordt of niet? Ja, nou, dat zijn eigenlijk twee kanten. Via HART word je inderdaad dan ook in contact gebracht met, noem het even, lotgenoten. En dat is wel fijn, want als zelfstandige hoor je eigenlijk natuurlijk in eerste instantie even nergens bij. Daar kies je bewust voor, dus daar ga ik niet over klagen. Maar het is toch wel fijn om af en toe met wat mensen, gelijkgestemden, te kunnen sparren over bepaalde zaken. Maar bijvoorbeeld ook bij organisaties waar ik voor werk, daar zijn ook best wel verschillen. Bij de huidige organisatie maken ze bijvoorbeeld echt geen onderscheid tussen inhuur of vaste medewerkers. En ik kan zelfs mee op PV-uitjes. Mm-hmm. Nou, en dat soort dingen. Kijk, het is maar net hoe je naar kijkt, hoe dat je graag mensen aan je zou willen binden. Ik waardeer dat ontzettend. Ik doe er ook aan mee. Het is ook een keuze om dat wel of niet te doen. Maar daarmee voel je toch ook verbonden met de organisatie waar je voor werkt. En zou het zomaar zo kunnen zijn dat het ook als organisatie zelf kan het interessant zijn om de mensen toch ook dat warme gevoel te geven, waardoor enerzijds je goed in de markt staat, ook weer voor eventuele potentiële nieuwe werknemers, maar ook dat er toch ook misschien wel mensen bij blijven plakken, want ook dat gebeurt regelmatig. Ja. Nee, ik kan het me goed voorstellen. En kijk, vanuit een werknemer worden er vaak dingen georganiseerd vanuit de werkgever waar je zit, dan kun je aan deelnemen. Maar dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid, denk ik, voor ZZP's, of ze er wel of niet aan mee kunnen. Mee kunnen doen. Ik ben ook benieuwd of jij initiatieven vanuit jouw opdrachtgevers, of die georganiseerd worden, echt voor de doelgroep professionals. Of dat het, wordt het op één hoop gegooid? Ja. Ja, het is niet zo dat we de organisatie waar ik voor werk, dat dat zeggen van oké, we doen voor alle inhuur of alle zelfstandigen, daar doen we apart dingen voor regelen. Ja. Je bent er eigenlijk op dit moment gewoon onderdeel van het bedrijf. Ja. Dat ligt natuurlijk anders bij HART, waarbij je juist werkt met allemaal zelfstandigen. Ja, dan zit het verschil tussen een opdrachtgever en bijvoorbeeld een tussenpartij. Ja. Hoe blijf jij dan in contact met, jij noemt het lotgenoten, Ruud noemde het gelijkgestemden. Hoe blijf jij in contact? Wat ik zelf heel leuk vind. Ik ben ooit, 7 jaar geleden begonnen als zelfstandige. Toen heb ik best wel een groot netwerk opgebouwd. En ik gebruik dat netwerk gewoon nog steeds om af en toe ook contact mee te hebben. Hè. Al is het maar via LinkedIn of eventjes een belletje. Want je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Dus met andere woorden, het zou zomaar zo kunnen zijn dat je daardoor ooit ook weer een nieuwe opdracht binnen kunt halen. Ja. Maar je moet het ook wel leuk vinden om dat te doen. En niet iedereen vindt dat leuk. Dat is waar. Nee. Wil ik even een stelling voorleggen aan de kijkers over het onderwerp waar wij het eigenlijk hier aan tafel over hebben. Er komen zo meteen weer de antwoordmogelijkheden in beeld. De stelling die luidt, in onze organisatie worden professionals voldoende betrokken bij activiteiten die zorgen voor verbinding. Eigenlijk wat we hier net hebben besproken. Antwoord A, ja. Ze mogen overal aan deelnemen wat organisatiebreed wordt georganiseerd. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat Jeroen hier net gaf. Of B, ja, er worden specifieke initiatieven voor professionals georganiseerd. Eigenlijk aanhaken op het voorbeeld van Monique. Of antwoord C, nee, onze activiteiten binnen onze organisatie zijn echt gericht op het vaste personeel. Nou, we zijn weer benieuwd naar de uitslag hiervan. Als wij kijken naar de
de klanten waar wij voor werken, ja, dan zijn er organisaties die passen bij A, die passen bij B en die passen bij C. Dat is heel erg divers. Ja, dat is heel divers. Dus ik verwacht hier eigenlijk ook een divers resultaat uit. Hebben jullie een voorgevoel? Want ik zie de eerste resultaten al binnenkomen, maar ik zal ze nog niet delen. Ja, ik denk weer in een verdeling over A en B, zegt mijn gevoel. Ja, en hoewel ik ook inderdaad C heb meegemaakt. En, ja. En ja, dan toch even als toelichting. In deze tijd denk ik dat dat toch wel lastig is. En je moet in ieder geval overwegen of je dat zeg maar niet toch meer zou willen verbinden. Ja, met, ja. Met vanuit toekomstgericht en duurzaam oogpunt. Absoluut. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Nou, ligt daar natuurlijk ook altijd nog het vraagteken van zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid overheen. Ja. Wat mag je wel en wat mag je niet doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat organisaties er ook mee worstelen. Nou, wij denken dat dat op een bepaalde manier juist heel goed georganiseerd zou kunnen worden. Nou, daar heb ik een aantal resultaten binnen. 65% van de stemmen die geven aan antwoord A. Dus ja, ze mogen eigenlijk overal aan deelnemen wat organisatiebreed georganiseerd wordt. Nou, ik denk dat dat een hele positieve bijdrage heeft aan de verbinding die je dus kan brengen. Antwoord B wordt bijna niet ingevuld. Misschien is dat ook meer een rol voor een type bedrijf zoals wij zijn als broker, omdat we daar helemaal op gericht zijn. Nou, dat doen we natuurlijk ook. En dan zit ongeveer 30% zit op nee, onze activiteiten zijn gericht op vast personeel. Waar ik ook ergens wel in zou kunnen komen, wat past wel bij vaste mensen, wat past bij ingehuurd personeel. Nou, wij zijn in ieder geval van mening, want daarvoor staan we hier ook, dat persoonlijk opdrachtgeverschap, dat het erbij houdt om dat wel te doen. Natuurlijk wel binnen de mogelijkheden die er zijn. Wellicht is het dan juist interessant om te kijken naar antwoord B, als je antwoord C hebt ingevuld. Of dat een toevoeging zou kunnen zijn. Ja, ja, dat denk ik ook. Goed, brengt ons bij het derde onderwerp. Dus we gaan een flink tempo erin vandaag. Maar goed, alle onderwerpen die hangen natuurlijk met elkaar samen. We hebben ontzorging, we hebben ontmoeting, we zijn nu bij ondersteuning. Uiteindelijk zijn alle onderdelen eigenlijk staan in verbinding tot elkaar. En ondersteuning gaat eigenlijk, ja, is eigenlijk een heel breed begrip. Zowel vaste medewerkers als ingehuurd personeel en gewoon iedereen kan op sommige momenten wel eens ondersteuningen gebruiken. Nou, voor werkgevers, sommige werkgevers hebben daar iets voor ingericht. Maar hoe is dat nou vanuit de opdrachtgeverkant of vanuit de brokerkant? Monique, kun je ons daar eens doorheen praten? Ja, nou, zoals je al zei, iedereen kan wel eens ondersteuning gebruiken. Ook professionals. Alleen ja, in beginsel is het de bedoeling dat ze zelfvoorzienend zijn. Maar het is soms wel fijn om ergens op terug te kunnen vallen. Een soort van basis waar je terecht kunt. Dat begint natuurlijk al bij de opdracht zelf. Want als je een opdracht uitvoert, dan is het gewoon heel erg prettig als je daar de juiste begeleiding en zo nodig coaching bij krijgt. Blijf vooral, hè, zoals ik al zei, professionals die zorgen in principe voor zichzelf. En ze worden ingehuurd voor een resultaatverplichting. Dus je zou kunnen zeggen, is die begeleiding en coaching is die altijd wel nodig? Blijf dan in ieder geval professioneel en persoonlijk met elkaar in gesprek. Nou, dat draagt bij natuurlijk aan de opdracht zelf. Maar ook aan eigenlijk een vinger aan de pols. Zodat je gewoon weet hoe het persoonlijk met iemand gaat. Nou, volgende thema is welzijn en vitaliteit. En door juist in te zoomen op de positieve aspecten van de werkbeleving, nou ja, groeit het werkgeluk, het plezier in het werk en de goede stemming die daarbij hoort. En dat draagt bij aan de gezondheid natuurlijk van de professional en natuurlijk de uitvoering van de opdracht. En wij geloven dat happy professionals voor happy customers zorgen. Wat iedereen wel eens mee kan maken is dat je in een situatie terechtkomt waarbij je eigenlijk advies nodig hebt. En als je een werknemer bent, dan is er vaak wel iets bij jouw werkgever ingericht om vragen en advies neer te leggen of eigenlijk op te halen. Dat zou kunnen gaan om juridisch advies, dat kan ooit zijn dat je wat financiële vragen hebt, maar je kunt ergens terecht. Nou, kijk in je organisatie of er zo'n initiatief is. En of dat ook aan te bieden is voor de externe die je inhuurt. Om ze toch soms even een steuntje in de rug te geven. Ja, nou, dankjewel. Ik denk inderdaad dat daar ook daarin je af kan vragen, moet je daar wel onderscheid in maken. Is ook een van de opmerkingen die ik ook eens binnen zie komen via de chat. Herken me dat er geen verschil is tussen intern en extern. Dat het mooi is om te horen. Dat ging met name op het vorige onderwerp. Maar dat geldt hier eigenlijk ook voor. Ja. Brengt mij natuurlijk weer bij jou, Jeroen. Zijn er situaties die jij hebt herkend waar je gebruik op kunnen maken van iets wat er georganiseerd of gefaciliteerd werd of wat dan ook, wat ook voor jou beschikbaar was als zijnde extern ingehuurde professional?
Ja, niet bij de opdrachtgevers, want inderdaad, ik onderschrijf ook wel dat je kiest natuurlijk wel bewust voor zelfstandig ondernemerschap. En dat is niet de bedoeling dat je zeg maar voor alle faciliteiten bij de organisatie zeg maar terecht kunt. Waar ik ook begrijp dat er een verschil is tussen vaste medewerkers en ik kan me zomaar voorstellen dat op HR een andere ondersteuning zeg maar plaats kan vinden, omdat er een sociale, economie of emotionele dingen bij de andere arbeidsrelatie past. Dat. Absoluut. Ja. Dat. Dus dat niet. Maar bijvoorbeeld wel weer bij Hart. Hè, als je kijkt naar, dat is toch ook wel ook een soort van opdrachtgever. En als je in membership kijkt, daar zit bijvoorbeeld ook die juridische ondersteuning in. Dus mocht ik daar ooit een keer gebruik van willen maken, dan zou je daar zeg maar op te kunnen terugvallen. Ja. Dus dat is voor nu. Ik heb er nog geen gebruik van hoeven maken, gelukkig. Maar het is wel een geruststelling zeg maar dat zou kunnen. Ja. 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 Nee, ik kan me voorstellen dat daar is het eigenlijk voor bedoeld. Hè? Op het moment dat het nodig is, dan is het fijn dat het er is. Nou, als er geen gebruik van gemaakt hoeft te worden, is dat misschien ook juist goed nieuws. Ik hoor jou ook wel zeggen van, goh, als zelfstandig professional is er misschien ook wel meer de bedoeling dat ik het zelf organiseer. In hoeverre denk je dat het wel of niet veel toevoegde waarde heeft voor jou? Of dat een organisatie die jou inhuurt, dat verwacht dat jij dat zelf organiseert? Nee, ik sta er inderdaad wel zo in dat ik ook vind dat eigen ondernemers ook voor een deel gewoon verantwoordelijk zijn voor hun eigen hachje. En dat betekent op allerlei vlakken, verzekeringstechnisch, maar ook... en op het moment dat ik bijvoorbeeld een keer ergens echte ondersteuning mee nodig heb, dan zal ik daar dus iemand voor moeten vragen die ik daar ook voor betaal. Ja. Dat is ook de reden waarom ik natuurlijk zelfstandig ben. Ja, ja. Heel begrijpelijk. Zijn we weer even benieuwd hoe dat is georganiseerd bij de organisatie waar je werkzaam bent. Dus de volgende stelling die luidt, een professional kan met al zijn persoonlijke en professionele vragen bij ons terecht. Eigenlijk ongeacht wat die vraag is. Nou, we hebben het nu iets scherper neergezet. Antwoord A is ja, alle interne expertise is ook beschikbaar voor professionals. Dus wat daarvoor is georganiseerd, of juridisch vlak is, financieel, verzekering of korting of wat dan ook. Of is antwoord B, nee, professionals moeten dit echt zelf regelen. Meer vanuit de gedachte zijn zelfstandig ondernemer. En de verwachting is dat zij dat zelf organiseren. En wat er beschikbaar is, dat is eigenlijk voor onze vaste medewerkers. Ja. Dus ik ben weer benieuwd naar de reacties die daarop binnenkomen. Ja, we hebben hem hier natuurlijk heel zwart-wit neergezet. En ik hoor je eigenlijk hetzelfde zeggen van als ondernemer ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Ja, maar je zou het ook in een soort van light versie kunnen zien. Hè? Dat je wel altijd ergens hebt waar je kunt aanbellen dat je... Nou ja, eigenlijk een vraag kunt stellen of een beetje hulp kunt krijgen. Maar ik snap inderdaad met jouw ervaring dat het anders is. Maar wellicht geldt dat voor een net startende ondernemer. Is het toch weer iets anders en heel fijn. Ja, en wat jullie net hier ook al inbrachten, want daar zou ik wel net even een andere antwoord kiezen. Als je bijvoorbeeld dit ook ziet als een stukje coaching van je medewerkers, zeg maar. Ja, ik zou daar zou ik wel zeg maar op inzetten als organisatie. Maar dan is het meer om zeg maar uiteindelijk het eindresultaat nog beter te maken. Ja, absoluut. De insteek is, die professional die huur je in om zijn expertise. Dus met andere woorden, eigenlijk zou die al klaar moeten zijn om die opdracht in ieder geval te vervullen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het resultaat nog beter wordt op het moment dat je daar in ieder geval ook de nodige aandacht aan geeft. Dus ook daar coachingsgesprekken mee hebt. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is misschien iets waar we dadelijk iets meer op kunnen inzoomen in het thema ontwikkeling. Ja. Maar zoals ik al zei, de onderwerpen die haken eigenlijk allemaal aan elkaar. Ik heb inmiddels de resultaten van de stelling binnen. En die zit precies op 50-50. Dus de helft van de mensen die heb ik stem zeggen, nou, alles is beschikbaar. En de andere helft zegt, nou, ze moeten het zelf organiseren. Weerspiegelt misschien een klein beetje het gesprek dat wij hier aan tafel hebben. Ik denk dat het misschien een goede tip is die jij net gaf, Monique, dat er ook soort light varianten misschien te bedenken zijn. En dat je misschien goed moet kijken wie in de organisatie wat altijd past. Precies wat past. Dus dat is een stuk maatwerk, denk ik. Nou, het bruggetje wat we eigenlijk al konden maken rondom coaching zit heel dicht aan tegen... het onderwerp ontwikkeling dat wij graag willen behandelen. Maar ontwikkeling is natuurlijk belangrijk voor iedere werkende. Of je een vaste medewerker bent of dat je ingehuurd bent, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Monique, aan jou weer de vraag om het af te trappen. Het onderwerp ontwikkeling, hoe zie jij dat als broker zijn? Ja, dat begint natuurlijk al bij het aangaan van de opdracht zelf. Want als je die opdracht met elkaar aangaat, dan kun je rekening houden met de ambitie van de professional die je inhuurt.
wij begrijpen dat kan niet altijd. Soms moet een klus gewoon gedaan worden en dat is dan het doel. Maar als je mee kunt denken in waar diegene naartoe wil groeien en daar rekening in houdt in het uitzetten van die opdracht, ja, dan is dat natuurlijk een mes wat aan twee kanten snijdt. Aan de andere kant, er is een hoop kennis binnen de organisatie vaak. Deel die dan ook vooral. Hè? Dat zou je kunnen doen door workshops te geven, door kennis beschikbaar te stellen. En aan de andere kant, je ziet zo nu en dan ook wel eens dat organisaties een online leeromgeving hebben voor hun, vaste medewerkers. Ja, die zou je beschikbaar kunnen stellen voor je professionals. En ze daar toegang toe geven. Want ja, als je kennis deelt, dan vermenigvuldigt het zich. Het onderwerp ontwikkeling, Jeroen, hoe is dat voor jou als zelfstandige? In hoeverre is het iets wat je zelf organiseert, bijhoudt bij je vakgebied, misschien ook opleiding doet, geen idee. En hoe staat dat in relatie tot wat er misschien voor jou beschikbaar is of georganiseerd wordt vanuit opdrachtgever of vanuit een tussenpartij waar je mee samenwerkt? Ja, ook hierin zit ik zeg maar wel in dat als het zeg maar over mijzelf gaat, dat ik in eerste instantie zoiets zeg van ja, wacht even, daar moet ik zelf wel voor een deel voor zorgen. Ja. Het is wel weer zo dat je bijvoorbeeld, ik zou kunnen zeggen, hey, er is bijvoorbeeld, wordt er een disc-analyse wordt er gedaan en dan moet je denk ik niet zeggen, oké, wacht even, de inhuurkrachten die doen daar niet aan mee, want je bent wel onderdeel van het team. Hoe ik hier ook naar kijk, en zo zet ik hem zelf ook in, als ik inhuurkrachten zelf inhuur of als ik ingehuurd word, zeg ik ook van, hey, je trekt ook een bepaalde expertise naar binnen. Jij zei het net al even, maak daar gebruik van. Als voorbeeld, ik heb iets van 25 jaar ervaring met het aansturen van teams. Nu stuur ik ook teams aan, dus ik heb ook teamleiders om me heen die zeg maar wat minder ervaring hebben. Nou, maak gebruik van de mogelijkheid dat ik die ervaring heb. En dat wordt ook gedaan. Dus met andere woorden, je wordt echt ingezet op de kennis en expertise die je hebt. En dat, daarmee help je dus ook eigenlijk mensen, maar ook organisaties mee ontwikkelen. Ja, ja. Ja, ik denk een fundamenteel onderdeel van het verder groeien als professional. Of je een vaste medewerker bent of extern wordt ingehuurd. Ja, dat komt uiteindelijk ook de kwaliteit van de organisatie ten goede. Daar geloven wij in ieder geval heel erg in. Ik denk dat er weinig mensen zijn die het daarmee oneens zijn. De vraag is natuurlijk wel hoe je het organiseert van een rol als opdrachtgever. Wil ik ook de laatste stelling van het webinar even naar voren halen. Om te kijken hoe dat weer is geregeld bij de organisatie waar je werkzaam bent. Die stelling die luidt, in onze organisatie vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van professionals. Nou, dat is natuurlijk vrij breed. We hebben weer eigenlijk een tweedeling gemaakt. Antwoord A, ja, investeren in hun ontwikkeling heeft ook een positieve uitwerking op onze organisatie. Dat is eigenlijk de lijn waar wij het hier over hebben aan tafel. Of nee, je moet de professionals zelf voor zorgen. Voor ons het allerbelangrijkste dat de opdrachtconform afspraak wordt uitgevoerd. Nou, we zijn benieuwd naar de stemmen. Ja. Ik kan mij beide antwoorden voorstellen. Vanuit een ontwikkelperspectief dat je zegt, nou, alles wat daar beschikbaar is, dat is eigenlijk voor iedereen die bij ons werkt, ongeacht de vorm, is dat van belang. Dus dat stel ik beschikbaar. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je zegt, nou, ik huur een bepaalde expertise in met deze persoon. En ik ga ervan uit dat die expertise en de ontwikkeling erbij had, dat ik die daarmee inkoop. Het is eigenlijk tweeledig inderdaad, want in beginsel doe je het tweede, hè, want je wil die expertise in huis halen, maar aan de andere kant door elkaar te leren, breng je elkaar ook weer verder en pluk je daar later ook samen de vruchten van. Ja. Hebben jullie een idee wat er uit deze stemming gaat komen? Misschien op basis van jouw ervaring, en hoeveel organisaties het wel is georganiseerd en hoeveel organisaties procentueel dat misschien helemaal niet beschikbaar is. Zit daar veel verschil in? Mijn gevoel zegt, en dat is een beetje een flauw antwoord, dat een beetje 50-50 zou kunnen zijn. En ik heb nog geen, ik mag niet spieken. Nee. Maar mijn gevoel zegt dat 50-50 is. En zie jij misschien ook verschillende type organisaties? Kleine organisaties of grote organisaties, publieke sector, profit sector. Zit daar verschil in of maakt het niet zo heel veel uit? Nou, de organisaties waar ik nu met name voor werk zijn inderdaad in de publieke sector. En daar zie ik dus echt wel verschillen en het is maar net hoe dat zeg maar eigenlijk de organisatie zelf erin zit, of ze daar wel of niet zeg maar in willen investeren. En dat is niet alleen in geld, maar ook in tijd, want dat is natuurlijk wel vaak het issue. Ja, kan me voorstellen. Nou, je hebt niet hoeven spieken, maar ik kan de antwoord op dit moment met jullie delen. Nou, jouw gevoel klopt bijna, 55% zit op antwoord A en 45% zit op antwoord B, dus dat is redelijk verdeeld. Monique, ik weet niet of jij nog iets over wil zeggen, over het onderwerp ontwikkeling
We hebben het er ook eerder over gehad. Dat er zijn natuurlijk steeds meer mensen die binnen de organisatie binnenkomen. Ook steeds meer jonge mensen die de arbeidsmarkt betreden, die met ontwikkeling aan de slag zijn. Ja, hoe zie jij dat? Ik denk zoals ik al zei, het mes snijdt aan twee kanten. Dus als je samen investeert op ontwikkeling, dan heb je daar later profijt van. En dat zit ook in die duurzame relatie waar we het de hele tijd over hebben. Dus als je dit goed inregelt met elkaar, dan word je daar allebei beter van. Ja, dat denken wij ook. Dit zijn de vier onderwerpen die wij eigenlijk in vogelvlucht hebben willen doornemen. Ja, persoonlijk en professioneel ondergeverschap. Ja, langs de lat van de vier O's, laten we het zo maar even noemen. Ontzorging, ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling. Nou, wat we in ieder geval in de antwoorden een beetje terugzien, is ook wat wij wel verwacht hadden. De ene organisatie is daar een stukje verder mee, de andere organisatie staat minder ver mee. Dat is ook geen waardeoordeel. Wij hopen in ieder geval met dit webinar wat tips en trucs te geven hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Als ik dan even teruggrijp op het onderwerp ontmoeting, zie ik dat er nog een vraag is binnengekomen. Dat is ook een vraag die eigenlijk al jaren gesteld wordt. Hè. Jij noemde een voorbeeld van een organisatie, opdrachtgever waar je zit, waar je eigenlijk met alles mee kan doen. Nou, een vraag die erover gesteld wordt, bijvoorbeeld uitjes, is dat nou toegestaan of niet? Nou, misschien dat ik jullie allebei daar even aan moet kijken. Hè. Je hebt natuurlijk ook een juridische achtergrond. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Dat is altijd dat grijze gebied. Ja, dit is echt absoluut het grijze gebied. Want aan de ene kant, als je heel strikt naar de Belastingdienst luistert, dan is er echt wel een onderscheid tussen een medewerker en een professional, een ZZP'er. En dan zou je daar onderscheid in moeten maken. Maar als je simpelweg kijkt naar, het zijn allebei mensen, dan wil je iets anders. En dan wil je die gewoon heel menselijk behandelen. Dus vanuit mijn hart geef ik het antwoord. Ze mogen allemaal mee. De regeltjes, ja, die zitten net iets anders. En daar, die zitten echt in het grijze gebied. Ja. Ik kan me ook voorstellen, ik ben nu bijvoorbeeld teamleider. En dan moet ik juist een uitje organiseren. Ja, dan wordt het weer helemaal moeilijk. Ja, dan kom je helemaal in een spagaat. Ja. Ja. Er is natuurlijk een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Ja. En de praktijk is natuurlijk weer barstiger. En dat merken we ook in de onderwerpen waar wij het vandaag over hebben. Want ik denk dat die heel belangrijk zijn om die op een goede manier in te richten. Je hoeft echt niet alles te doen. Maar er zijn echt wel onderdelen waar je wel iets zou kunnen, misschien zelfs zou moeten doen. Omdat je de praktijk vraagt uiteindelijk. Ja, en daarom is het goed om dit bespreekbaar te houden. Want dit zijn wel de moeilijkheden in de praktijk. Ja. En je geeft eigenlijk aan, het is grijs gebied, zeg maar. Wat kun je doen, zeg maar, om toch te voorkomen dat je niet over het lijntje heen gaat? Ja, ik denk het voorbeeld wat je zelf geeft is natuurlijk, daarin ben je in de rol van leidinggevende. Daarvoor word je ingehuurd. Ben jij deelnemer van een uitje? Ja, dan zou je... er wordt wel eens gesproken over, laat diegene dan zelf de betaling daarvan doen. Ja. De kosten dragen. Ik kan alleen maar herproduceren wat ik daarover hoor. Wat ik zeg, ik zit daar heel, heel dubbel in. Aan de ene kant heb je regels, aan de andere kant heb je met mensen te maken. En ik hoop dat er door de politiek een variant bedacht wordt waarin echt wel de mens hierin voorop staat. Ja. Nou goed, dankjewel voor deze toelichting. Ik denk dat we kunnen er een uur over praten. En dat zal ook nog in lengte der dagen zal dit gebeuren. Zeker als we zien dat er steeds meer zelfstandige professionals de markt betreden. Dat zagen we ook wel in de cijfers die door Zipcomedy gedeeld zijn. Dus dit is een onderwerp wat voor iedereen speelt. Vanuit welke invalshoek je het ook neemt. Monique, mag ik jou het laatste woord geven? Yes. Nou, we hebben dit webinar de thema's doorgenomen. En die thema's die we hebben doorgenomen, ja, die komen niet zomaar ergens vandaan. Die komen uit ons membership. En wij begrijpen dat we eigenlijk jullie hoog over mee hebben genomen in hoe je goed opdrachtgeverschap inregelt. En we kunnen nog veel verder de diepte in. Maar mocht je dat willen, nou, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Of even een belletje doen, een mailtje sturen. Of verder lezen op onze website www.hart.nl. Ja, nou, dankjewel. Dan rest mij nog natuurlijk iedereen heeft gekeken te bedanken voor de deelname en ook voor de interactieve sessie. Zodat wij antwoord kregen op de stellingen die wij hier hebben kunnen behandelen. Dus dank daarvoor. En natuurlijk dank ik ook Monique voor de toelichting. En last but not least, Jeroen, heel leuk. En fijn dat jij mee kon doen aan dit webinar. En zoals je eigenlijk al begon, vonden wij het ook heel passend om, als wij het over dit onderwerp hebben, dat we het dan niet over moeten hebben, maar dat we dat gewoon samen in gesprek moeten doen, zoals we het eigenlijk altijd doen. Dus veel dank daarvoor. Voor de kijkers thuis die gekeken hebben, de informatie die je vandaag hebt gehoord, kijk nog even op onze website. Het webinar zoals je het hebt gevolgd, dat kunnen wij nog delen achteraf. Dat zal volgende week een keer zijn.
Mocht je nog een webinar kijken, hierna wens ik jou daar alle veel plezier en succes mee. En omdat het al vrijdagmiddag is, wens ik ook alvast iedereen een prettig weekend. Bedankt voor het kijken. Dankjewel. Tot ziens. Dag. We'll be right back.